Welkom bij de CryptoCast. We zijn aan aflevering 147 toe. Welkom Madelon. Hoi Herbert. De kerstuitzending. We nemen op kerstavond zo'n beetje zelfs. Klopt. En we hebben een hele bijzondere gast die hier niet voor het eerst is. Didi Taihutu, welkom. Dankjewel. Vanuit Portugal. Herbert, dankjewel Madelon. Vanuit Portugal, ja. Nu het zonnige Portugal vandaag, ja. Goed dat je de... Ja, Thailand was de vorige keer. Dat was ook al zonnig. Je hebt de voorkeur voor zonnige streken, hè? Groot gelijk trouwens. Ik heb iets met de zon en zee. Ik weet niet wat het is, maar het maakt me gewoon net op. Ik snap er ook niks van. Ik begrijp het. Nee, maar goed. Oké, goed dat je erbij bent. We gaan lekker lullen, zal ik maar zeggen. Maar eerst gaan we ons even door de vaste onderdelen heen werken. Die zijn eigenlijk ook best wel interessant. Laten we bijvoorbeeld beginnen met de prijzen. Eerst maar de lon. Ja, ik ga even mijn scherm met jullie delen. En voor de luisteraars ga ik zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat we voor ons zien. Momenteel kijken we naar een grafiek die eigenlijk steeds steiler omhoog loopt. We hadden die grote driehoek die we in het begin zagen. En vanuit die driehoek zijn we uitgebroken, opwaartse trend ingegaan. Die zich steeds maar verder versnelde en eigenlijk bijna verticaal omhoog liep op een gegeven moment. Dat is als je de dagcandles gebruikt. En als je dan langzaam inzoomt op de 4-uursgrafiek, zie je tal van andere nieuwe patronen. Kijk, je kan nu meekijken en dan kun je ook zien wat de koersdoelen van die patronen zijn. En we zijn nu eigenlijk in een vlagpatroon terechtgekomen. Nou, waar herkennen we een vlag aan? Die herkennen we door een lijn die bijna verticaal omhoog loopt en daarna een vlaggetje maakt. En dat zien we nu als we op de 4-uursgrafiek nog even inzoomen op de uursgrafiek. Zie je binnen dat vlaggetje ook weer allemaal kleine patroontjes. En eigenlijk vormt die koers momenteel een basis voor een nieuwe opmars. Dus we zijn nu even op adempauze aan het komen. Hier ligt een vrij sterke weerstandspunt. Die ligt rond, 4.300, zoiets. En de koers is nu op adempauze aan het komen. Ja, de laatste week gaat het zo'n beetje zijwaarts. Klopt, inderdaad. En je ziet het ook op de RSI. Hè? Die is best wel laag geweest. Dat is altijd goed, want hoe lager die RSI geweest is, hoe meer momentum er opgebouwd kan worden. En hoe verder die grafiek daarna weer opwaarts kan uitbreken. Nou, waar liggen nu de steun- en weerstandslijnen? Belangrijke steunlijn ligt rond de 2.275. En een belangrijke weerstandslijn ligt rond de 24.480 ongeveer. Mochten we daarboven uitbreken, dan kunnen we opnieuw zo'n vlagpatroon, eigenlijk de paal van de vlag, die kunnen we opnieuw opwaarts doorzetten. En dan hebben we toch wel een vorstelijk koersdoel die richting de $26.000 gaat. Maar daar kunnen we nu nog niet over spreken. We zitten nu deze bepaalde bandbreedte. Ik zie Didi al ja, die zit op te juichen. Precies. Maar nee, voorlopig nog even niet. Maar zodra die uitbraak er is, kunnen we omhoog en dan gaan we ook rap omhoog. Oké. Dat we die 24.000 moeilijk voorbij kwamen, dat had ik zelf ook al gezien. Hè? Want daar zitten we echt tegenaan te bonken, zoals we tegen de 20.000 zaten aan te bonken een paar weken geleden. Daar hoef je geen technisch analist voor te zijn. Madelon, nee, precies. Ik vind het wel heel mooi om te zien dat je de laatste keer dat we het gesprek deden was in mei. En de eerste gedeelte van de grafiek die je liet zien, dan zag je dat we dus uit die grote triangle waren aan het breken rond de 9.300. Nou, we zagen wat daarna gebeurde. Dus ik denk, positief moment, probeer een showtje te doen en weer naar boven uit te breken. Ja, zeker weten, want het was wel leuk, Didi. Jij zei namelijk in mei toen we die opname deden, ik zal het er nog even bij pakken op de grafiek, toen lagen we qua koers ongeveer hier was dat in mei, 25 mei ongeveer. Ja. Toen zei jij nog, als we deze maand candle groen afsluiten, dan kunnen we weer verder omhoog. En uiteindelijk bleek dat inderdaad het geval te zijn en braken we niet veel later. Eigenlijk een poosje na de halving braken we uit dat patroon. En dat is dus ook de reden waarom we nog steeds opwaarts gaan. Dat koersdoel is nog niet bereikt. Maar je had het goed gezien, Didi. Zo, dat is mij gezegd. Oké, dat is het voor de prijzen, Madelon. Ja, dat is het voor de prijzen. Oké, prachtig. Dan gaan we naar het nieuws. Je hebt dat verteld. Didi heeft dat verteld. Zal ik eens met een nieuwtje beginnen? Ja. Wat ik leuk vond, is kort geleden bekend geworden, dat Kraken, de exchange, die gaat Lightning integreren. En dat is zo leuk, omdat, waar is dat dan van toepassing? Nou, als je bijvoorbeeld geld wilt opnemen, je hebt daar Bitcoin staan en je wilt dat cashen of zoiets, of sowieso naar een andere plek verplaatsen, dan gaat dat
Nu met betaling van fees en met confirmation, dus dat kan een half uur duren. En als zij Lightning eenmaal geïntegreerd hebben, dan kan dat onmiddellijk en vrijwel zonder kosten. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En dat is even kijken of ik ook bij de hand heb wanneer ze dat ook weer invoeren. Want ik heb straks nog een nieuwtje, daar herinner ik me de datum van, 8 februari bij, maar dat geldt niet voor deze. In de eerste helft van 2021 gaan ze dat doen, dus het is niet van vandaag op morgen. Wat gaan zij hierop vooruit? Betere service aan de klanten. Ja, precies. Ze hopen hiermee dus meer klanten te kunnen krijgen. Ja, zeker. En het is toch ook iets wat je niet kunt achterwege laten. Hè. Vroeg of laat gaan alle exchanges dat doen. En dan kun je beter de eerste zijn dan de laatste, lijkt mij, die dat absoluut doet. Dus dat is Kraken. Wat heb jij voor nieuws, Madelon? Ik heb twee nieuwtjes. Allereerst zal ik even het grote nieuws omtrent Ripple met jullie bespreken. Oh ja. Er is het een en ander aan de hand ten aanzien van het bedrijf Ripple en de coin XRP. De SEC die heeft namelijk die heeft ze gesuut, zoals ze dat in het Amerikaans zo mooi zeggen. En dat heeft te maken met het feit dat de SEC het bedrijf achter XRP, Ripple genaamd, beschuldigt van het feit dat zij hun security token, of de security als zijnde XRP, niet geregistreerd hebben bij de SEC. En dat zorgt voor de nodige onrust. Dus wat er in feite nu aan de hand is, is dat men duidelijk wil hebben wat die XRP nou daadwerkelijk is. Is dat een security, de ja of de nee? En Ripple zelf, het bedrijf erachter, geeft dus aan, we hebben altijd gezegd, XRP is geen security. En wat het extra vervelend maakt, is dat er nu een aantal exchanges geweest zijn die Ripple, of eigenlijk XRP, hebben gedelist van hun exchange. En dat is best wel bijzonder, want de exchange is degene die het meeste risico loopt in deze. Zo schijnen er in 2017 en 2018 overeenkomsten gesloten te zijn met meer dan 10 handelsplatformen voor verschillende redenen, maar met name om dus XRP aan te bieden op hun platform. Daar zouden meerdere XRP's voor betaald zijn. Hè? Dan moet je denken aan miljoenen die daarvoor betaald zijn om die coin te listen. En de SEC is hier dus totaal niet blij mee. Nee. En dat is best wel begrijpelijk. Maar goed, aan de andere kant is Ripple heel erg positief. Zij zeggen, wij gaan de strijd aan. Ondanks dat zagen we wel een koersval van meer dan 35% afgelopen week. Wow. Dus dat is behoorlijk fors. En de daling die zet nog eventjes voort. Ja, en de centrale vraag is dus, is Ripple, XRP moet ik zeggen, wel of niet een security? En wat is de definitie van een security eigenlijk? Ja, dat is best wel lastig. Daar wordt best wel wat over gesteggeld. Of Ripple inderdaad een security is, de ja of de nee. En of dat dan binnen het reguliere security vakje valt. We hadden natuurlijk de STO's, de Security Token Offerings, maar die werden allemaal in het vakje van utility geplaatst, zodat ze eigenlijk niet onder de regelgeving vielen. En wat nou de gegronde redenen zijn van de SEC om Ripple wel een security te noemen, dat is maar de vraag. Dat hebben ze nog niet naar buiten gebracht en ik ga ervan uit dat ze dat de komende tijd naar buiten zullen brengen. Wat nog wel even goed is om te vertellen, ik zei net, de koers is 35% gedaald. Inmiddels is de koers staat hij op een min van 52% in de afgelopen 7 dagen. Dat is dus niks. Nee, hij was ook wel kort geleden heel erg gestegen. Hè? Dus dan zitten we waarschijnlijk op een niveau. Ik zie Didi heel erg lachen. Ja. Jij vindt het allemaal niet erg, hè, geloof ik, Didi, wat hier gebeurt. Nou ja, nee, ik vind het kei leuk dat er over gesproken wordt. Maar ik denk dat de belangrijkste les die we hieruit kunnen leren is precies hetgeen wat bij jullie zo mooi op de achtergrond staat, dat Bitcoin-logo. Kijk, dit is nu precies het verschil tussen een gedecentraliseerde en een gecentraliseerde coin. Een gecentraliseerde coin, als XRP gecreëerd door Ripple, die kan ten alle tijde gestopt worden, gesuit worden, die kan afgenomen worden, die kan geblokt worden. Dat kan mee gedaan worden door grote instanties zoals de overheid of de Belastingdienst, wat ze willen. Bitcoin, waar gaan ze suen? Wie gaan ze suen? Waar gaan ze aankopen? Dit is het allergrootste verschil en de beste les die men kan hebben uit het hele Ripple gebeuren. Weet je, die discussie gaat al jaren, is het nu een gecentraliseerde of geen gecentraliseerde coin? In mijn ogen, in mijn optiek, een van de meest gecentraliseerde coins met 1000 nodes, waarvan er maar 33 nodes hoeft te verificeren dat er een transactie wordt gedaan.
En die 33 nodes worden met de hand uitgezocht door het bedrijf Ripple. Ja, hoe gecentraliseerd wil je zijn? Ja, en dan krijg je dit. En dan krijg je dat de SEC zegt, foei foei, dat mag niet. En dan moet je stoppen. Ja, ik vind dat lachwekkend. Want dat is dus precies wat Bitcoin nooit zal gebeuren. Ja, helder. Heb jij ook nog een nieuwtje voor ons, Didi, toevallig? Ja, ik heb eigenlijk heel veel nieuwtjes. Ik denk dat ik het mooiste nieuws toch wel vind van deze week is dat een groot bedrijf zoals MicroStrategy nu al 16... Nee, ik zeg het verkeerd. Een groot bedrijf zoals Grayscale nu al 16,4 biljoen dollar in Bitcoin hodl. Dat zijn 570.000 bitcoins. En ik denk dat dat heel groot nieuws is. Want ik denk dat werkelijk dat dit de aanzet is geweest van alle institutionele FOMO die we op dit moment zien. Dit is de aanzet geweest dat MicroStrategy, dat PayPal, Mass Mutual. De meeste mensen kennen het bedrijf Mass Guggenheim, Mutual. Dat is een van de grootste levensverzekeraars uitdagingen. Ja. En die gaan allemaal in Bitcoin. Dit is giga. Ik denk dat dat de reden is waarom dat elke keer als we ook maar proberen te dippen, gewoon de dip wordt opgekocht. Buy the dip. Ja. Al deze billionaire trust funds kopen de dips. Dus ik vind dat eigenlijk waanzinnig mooi nieuws. Rondom kerst, buy the dip. Ja. En dat zie je inderdaad ook aan die grafiek die Madelon net liet zien. Hè? Of als je hem zelf oproept via Bitcoin charts of iets dergelijks. Zodra er een paar candles naar beneden gaan, baf, gaat die precies even hard weer omhoog. Ja. Dus zijn er partijen op de loer die nog wat moeten kopen en die dat dan ook meteen doen. Ja, mijn nieuws sluit daar wel mooi op aan. Want ik had een tweet van Michael Saylor klaargezet. En hij vertelde in die tweet dat MicroStrategy opnieuw 30.000 bitcoins ter waarde van 650 miljoen heeft gekocht. Op een gemiddelde prijs van $21.925. Dus nog best wel aan de hoge kant. En daarmee dat is die lening die ze hebben uitgeschreven. Precies, inderdaad, waar we het eerder over gehad hebben. En daarmee bezitten ze nu bitcoin op een gemiddelde prijs van ongeveer $16.000. En ze hebben dus 1,125 miljard. Nee. Het is 1,1 biljoen. Dat kan niet. Ja, 1,1 miljard. 1,1 miljard. 1,1 miljard, dat is het inderdaad. Die zijn nu aan Bitcoin bezitten en dat is echt ontzettend veel. Ze zijn nu op Grayscale na de grootste partij die Bitcoin bezit. Dus dat is fors. Het leukste van die tweet, Madelon, vond ik nog wel dat Elon Musk ook erop antwoordde. En dat hij gewoon zei Doge. Dat is gewoon de Dogecoin. Die steeg je met 30%. Maar ik volgens mij was het Michael Saylor die toen tegen Elon Musk zei, ik wil je best wel openbare boeken geven van hoe dat wij onze dollar cost average into Bitcoin hebben. Dat vond ik wel erg. Ja, precies. Ja. Dat klopt inderdaad. Het was wel heel grappig. Hij reageerde erop en hij vroeg of het überhaupt mogelijk was om zulke grote transacties te doen. En daarop reageerde Michael Saylor weer met, ja, ik wil het je wel uitleggen, maar dat doen we niet online. Ja. Maar ik dacht dus dat hij in een trip zat, die Elon Musk. Maar dat was dus toch niet zo. Heel vreemd. Ja. Hey Madelon, jij zegt 1,1 miljard en dat klopt ook. Dat is wat ze erin gestoken hebben. Het begon met 250 miljoen, geloof ik. Later hebben ze het uitgebreid naar 475 miljoen in nog eens twee etappes. Nu komt er 650 bij, kom je uit op 1,1 en nog wat achter de komma miljard. Maar het zijn 70.470 bitcoins. Ik heb de bitcoin treasuries er even bij gepakt. Hè? En wat zijn die vandaag waard? Nou, 1,6 miljard. Dus ze hebben, terwijl ze een groot deel nog maar net gekocht hebben, ze hebben 500 miljoen winst. Hebben ze flinke, op deze partij bitcoins. Flinke winst gemaakt dus. Ja, dus dat wou ik er nog even bij vermelden. Anders denkt iedereen het is 1,1 miljard en verder niks. Nee, het is in dollarwaarde nu 1,6 miljard en nog wat. Staat daar ook wanneer zij voor het eerst bitcoin aangekocht hebben? Dat is ook wel een interessant gegeven. Als ik het goed zie, was de eerste 250 miljoen in augustus. Zo. En daarna 175 miljoen in september. Nou, en daarna ging het nog een paar keer door. Ja, tof. Waarschijnlijk maken ze meer winst met het kopen en hodderen van bitcoins dan hun normale bedrijfsactiviteiten. Zeer zeker. Op dit moment in elk geval wel. Ja. Dat is een feit.
Dus ik heb ook al een keer gezegd in het voorbijgaan, dit is het eerste bedrijf dat straks niet meer hoeft te werken, omdat ze zo'n succes hebben met beleggen. Ja. Oké, dan had ik nog het nieuws, daar had ik al mee gedreigd, dat de CME, de Chicago Mercantile Exchange heet dat geloof ik voluit, dat weten jullie misschien nog, die is rond de jaarwisseling 2017-2018 begonnen met Bitcoin Futures. Dat was toen groot nieuws in elk geval. Ik weet nog dat daar toen de meningen over verdeeld waren of dat toen een risico was voor de Bitcoin koers of juist iets wat de Bitcoin koers zou stimuleren. Nou, we weten hoe het ook zij dat na de jaarwisseling 2017-2018 dat de boel is gaan kelderen. Maar in ieder geval gaat die CME nu beginnen met Ether Futures. En dat gaan ze doen vanaf 8 februari. Dus dan kunnen we ook in Ether Futures gaan handelen bij hun. En dat leek me aardig genoeg om even te vermelden. Het is ook grappig omdat 3 jaar geleden begonnen ze met die bitcoins. En nu zetten ze de volgende stap. Ja. Leuk om te vermelden. Nog één dingetje over Ripple, Herbert. Ja? Ik lees toevallig net het nieuws dat Coinbase nu ook nadenkt over de mogelijke opties die ze hebben ten aanzien van het aanbieden van XRP op hun platform. Er is dus de nodige onrust alsnog ontstaan. En ik denk dat dit best wel een ding gaat worden, ook de komende weken, al dan niet maanden, ten aanzien van andere grote bedrijven in deze branche. Omdat dit uiteindelijk de voorbeeldcase moet gaan worden voor wat nou daadwerkelijk een security is. Dus dat nog eventjes gezegd hebben. Dit is nog lang niet klaar. Hier komt echt want er zijn nog veel meer natuurlijk van die pseudo-gecentraliseerde coins. Precies. Waar de SEC hetzelfde soort bezwaren tegen zouden kunnen hebben. Ja, en de luisteraar weet onze mening inmiddels over XRP. Dus laten we nu snel lekker weer over Bitcoin gaan praten. Dat wordt leuk. Ja, nou eerst nog eventjes. Het is geen financieel advies, maar verkoop je Ripples en koop Bitcoin. Goed, het welgemeende, geen advies van Didita Hutu. Precies. Ja, dat was het crypto-nieuws. Wil je meer crypto-nieuws, dan hebben we ook elke week op BNR een crypto-update. Kun je horen op de radio elke woensdagochtend zo ongeveer om 9:10. Maar het is ook verkrijgbaar als podcast. Ga daarvoor naar bnr.nl of naar je eigen podcast app. Ja, misschien tijd wel even leuk om daarover te vermelden, Herbert. Ja, ja, ja. We hadden toevallig een luisteraar vorige week die op Instagram zijn luisteracties deelde op Spotify. Oh, ja. En hij had maar liefst gebinge-luisterd 38 afleveringen achter elkaar van de crypto-update. Dus dat was heel erg tof. 38. Dus bij deze dan zijn ze niet zo lang. Nee, ze zijn vrij kort hoor. Maar alsnog heel erg leuk dat iemand zich er zo goed in verdient. Even snel rekenen. Het zijn er, ze zijn ongeveer 5 minuten per stuk. Ja. Dus 38, daar ben je ruim 3 uur bezig. Ja, heel goed. Stuk. Lekker voor tijdens het schoonmaken of zo. Hartstikke ja, top. Je bent sneller klaar dan met 38 cryptocasts. Ja, zeker weten. Oké, wat we nu moeten gaan doen is microcashen. Gaan jullie even bijpraten. We begonnen een week of 4 geleden met 1 bitcoin. Ik heb tot nu toe 3 keer 1% gecashed. Telkens 1% van wat er nog over is. Hè. Dus had ik vanochtend nog 0,9703 bitcoin over. De koers was op dat moment 22.990. 5,5% hoger dan de vorige week. Daarmee was dat te goed waard $22.307. Ga ik nu van cashen 1%, dat is dus $223. En wat is het resultaat? Dat ik eigenlijk in de dollarwaarde van het overblijvende bitcoin te goed toch weer meer heb, namelijk 22.084. Terwijl het vorige week na het cashen 21.366 waard was. Dus het is toch weer $700 is het meer waard geworden. Terwijl ik een hogere stapel dollars heb liggen. Namelijk, ik heb nu in totaal gecashed $812.60. Ik hou over 0,9606 bitcoin en die gaat mee naar volgende week. Volgende week dan hebben we een vooraf opgenomen oudejaarsuitzending. Dus dan cash ik niet, maar ja, ik cash wel. En dan doe ik van 2 cashbeurten verslag over 2 weken. En de link naar de spreadsheet van het microcashje staat in de show notes op bnr.nl. Dus daar kun je het allemaal nakijken. Ja, ik laat hem hier ook nog even zien voor de luisteraars. Die kunnen hem even op pauze zetten als ze dat prettig vinden. Oh, wat leuk. Op de video zet je hem. Ja, zeker.
Ja, heel goed. Oké, dat monteer je in. Ik dacht even dat je je scherm ging delen, maar dat had ik al dat gedaan, maar later. Dat geeft niet. Als het goed oh, dat is, heb ik even opgenomen. Gemist, omdat ik naar mijn eigen scherm zat Precies. te kijken. Heel mooi. Goed zo, we gaan lekker praten met Didi en ja. Jij mag aftrappen, Madelon. Ja, hartstikke leuk dat je er weer bent, Didi. We hebben natuurlijk een bizar jaar achter de rug. Niet normaal wat er veranderd is. Sinds Didi vindt het keer... allemaal heel normaal, hoor. Dat ja, weet je toch? Vast, vast. Ja. Niet normaal wat er veranderd is. Sinds de laatste keer dat we jou spraken, natuurlijk. En de laatste keer was dat vanuit Thailand. Maar inmiddels zit je in Portugal. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat jou heeft doen besluiten om naar Portugal te verkassen in plaats van in het mooie Thailand te blijven. Nou, als het aan mij had gelegen, dan waren we nog gewoon lekker op het strand daar blijven zitten. Maar de kids hadden heel erg behoefte aan Europa en even de familie en alles te zien. En we zaten 5 maanden inmiddels in Thailand op dat eiland. En ik zei steeds, ja nee, ik ga niet naar Europa. Want mijn broertje en mijn zusje hielden me natuurlijk up-to-date dat iedereen een beetje bang was voor dat virus, bla bla bla. Dus ik zei tegen mijn kinderen, dat doen we niet. En toen zei mijn oudste dochter op dat moment tegen mij, nou pap, jij hebt ons geleerd om nooit in angst te leven. Dus waarom zouden we nu dan in angst leven om naar Europa te gaan? Daar sta je dan. Gaan verder. Daar sta je dan met je bek vol tanden. En dan heb je gelijk het gevoel, ha, ik heb het goed gedaan. Mijn kinderen heb ik goed opgevoed. Ja. En toen heb ik eigenlijk mijn akkoord gegeven. Toen heb ik gezegd, oké, laten we naar Europa gaan. En toen zijn we naar Finland gevlogen, Duitsland en toen naar Nederland. En toen zijn we 2 weken in Nederland geweest. Dat was voor mij een cultuurshock. Dat was een gigantische shock. Wij hadden 5 maanden in een bubbel geleefd in Thailand. Ja, waar eigenlijk niks te doen was omtrent een of ander virus. Alles was open, de winkels, restaurants. Je kon je gewoon vrijelijk bewegen. En in Nederland zagen we toen wat lijnen op de straat staan. En allemaal die dingetjes en vierkantjes. En ik denk, nou, wat gebeurt hier? En iedereen was wat angstig en terughoudend. Wilde niet knuffelen, wilde niet... Ja, het was voor ons een beetje apart. Dus na 2 weken... Hoe kwam het, Didi, dat er in Thailand geen probleem is met corona? Ja, weet je, ik weet natuurlijk niet, ik ben geen viruskundige, maar in de periode dat wij daar zaten, waren er op de 80 miljoen mensen die er in Thailand leven, waren er 50 doden. En alle andere doden die dus niet daadwerkelijk aan corona gestorven zijn, die hebben zij daar niet geteld als coronadoden, maar gewoon als doden van longontsteking of van de andere ziektes. Oh. En Europa, ja, willen de nummers nog wel eens met elkaar... verwisselen. Hè. Dan willen ze eigenlijk elke persoon die overlijdt, ook al heeft hij dan onderliggend COVID en nog 3 andere ziektes, toch als COVID-doden tellen. Dus ik denk dat daar een beetje het verschil in zat. Het klimaat, wat ik begrepen heb, heeft eraan bijgedragen. Het staat heel warm en vochtig. Niet de beste grond, zeg maar, voor een virus blijkbaar. Dus daar gingen ze daar heel soepel mee om. En weet je, in Azië hebben mensen tsunamis meegemaakt, aardbevingen meegemaakt, tropische stormen meegemaakt. Die hebben al zoveel in het leven meegemaakt. En die weten, ja, het leven gaat verder. Hè? Wij laten ons niet verslaan door een griepje. Dus daar wordt wat minder gefocust. Oh. Daar wordt wat minder gefocust door de media op die griep. En er wordt gewoon gefocust op de positiviteit in het leven. En ik denk dat daardoor in Thailand de mensen wat meer openstaan voor het leven. Hè? Je gaat ooit dood. En misschien je ook wel minder geboren, vanuit angst. Het is het leven. Weet je? Wat primitiever. Ja. Minder vanuit angst En zij weten, je kunt het niet tegengaan. Hè? Weet je, je kunt niet voorspellen dat er een tsunami komt en 300.000 mensen sterven in een land als Thailand. Dat weet je niet te voorspellen. Hè? Toen dat tijd op de tweede kerstdag in 2004 was het. Dus wat heeft het voor zin om angst te hebben voor iets waar je toch geen invloed op hebt? Kijk, we hebben heel veel griepen doorstaan en in Thailand ook al heel veel griepen. En ze hebben daar malaria en elke gekke andere tropische mug die je maar kan steken. Weet je, daar handelen ze mee. Ze zijn dat daar gewend. Maar goed, jullie gingen dus naar hier toe. Jullie kwamen hier, die lijntjes, vierkantjes, whatever, mondkapjes. En jij had waarschijnlijk gelijk zoiets van, nee, dit is hem niet. Dus zo snel mogelijk weer weg. Waar zijn jullie naartoe gegaan toen? Naar Spanje, daar was het nog erger. Dus daar moest je dus zelfs met een mondkapje op straat wandelen. En toen hebben we daar gezegd, nou, we gaan een nieuw ideetje verzinnen. En toen onontbijt heb ik tegen mijn vrouw gezegd, weet je wat, we kopen een leuke Land Rover. Die turnen we over naar een Bitcoin Land Rover. En we gaan toeren in Portugal, want in Portugal zijn de grenzen open, er zijn geen regels. En dat hebben we toen gedaan. En toen hebben we dus een Land Rover op de kop getikt. Die hebben we helemaal gerapt in Bitcoin-stijl. En nu zijn we die tour in Portugal aan het doen. En zo zijn we eigenlijk uiteindelijk beland in Portugal. En hoe lang zitten jullie daar nu? Nu gaan we de 3e maand in. Dus we zitten hier denk ik nu bijna 3 maanden. En we blijven hier tot het einde van... Ik denk tot het einde van januari. We hebben dit huis gehuurd en betaald met Bitcoins tot eind januari.
En dat kan daar Wauw. dus ook gewoon in Portugal. Kun je daar alles betalen met Bitcoin? Nou, weet je, overal waar we komen zijn dan mogelijkheden. Maar ik ben iemand die heel erg houdt van het creëren van mogelijkheden. Dus wat ik Ja. hier in Portugal ook gedaan heb. Ik heb het huis op Airbnb uitgezocht. Ik ben bij die mensen aan de deur geklopt. Ik heb gezegd, nou, ik wil niet mijn geld betalen met bitcoins. Dan lachen ze. En dan nodigen ze je ook uit voor de barbecue. We hebben een barbecue gedaan samen, Fransen. En uiteindelijk heb ik in alles uitgelegd, een artikel van ons in het Frans gestuurd. Nou, vervolgens hebben ze akkoord gegeven. Want, hè, in de winter verhuur maar eens een huis hier in de Algarve. Dus het huis heb ik in bitcoins betaald. Vervolgens ga ik naar het strand en dan loop ik naar mijn favoriete strandbarretje. Daar drink ik een Bacardi Cola. En dan begin ik met die man over bitcoins te praten. Uiteindelijk zegt die man, ja, kun je mij niet gewoon elke dag een bitcoin betalen? Ja, natuurlijk. Installeer ik de wallet op zijn telefoon, ik leg hem uit hoe het werkt. En elke dag reken ik af in bitcoin. Zo ook met het visrestaurant, zo ook met de zeilclub, zo ook met alles wat Precies, ik ook maar wil dus doen. bij elke business waar jij iets wil moet gaan betalen, daar bezorg jij ze zelf een wallet en help jij ze zelf aan de bitcoins. Dat is kort en goed Ja, wat er gebeurt. nou, ik probeer natuurlijk niet te pusherig te zijn. Dus ik geef hen gewoon aan wat wij doen. En dat we al een aantal jaren de wereld rondreizen met bitcoins. En dan worden ze nieuwsgierig. En nu natuurlijk al helemaal, nu dat je die bitcoinprijs ging stijgen. Ja, en dan staan ze er elke keer voor open. Weet je, 99% van de mensen betaalt al met het vieze geld. Sorry, dat ik vies geld zeg. Dus wat maakt hun dat nu uit? Dat 1% van de mensen betaalt met bitcoin. Nou, dan hebben zij ook een beetje, spelen ze mee zonder te moeten investeren. Ze verdienen elke dag. Nou, dat is gewoon een leuke methode om mensen educatie aan te bieden over crypto. En het voor mij makkelijker te maken en eenvoudiger te maken om te leven met alleen crypto. Ja. Ja. Vind je dat dan niet zonde? Mooi. Van je Nee. bitcoins. Ja, Van want de mijn koers bitcoins. Ja, is nee, ik zo kan. fors gestegen dat je bijna zou denken, Maar hij ja, heeft als alleen we maar nog verder bitcoins. Het moet doorstijgen, wel. dat Ja. is een beetje zonde. Wat ik al heel vaak aangegeven heb. Het is de mindset van mensen die niet all-in zijn, die dit zonde kunnen vinden. Ik ben all-in. Ik heb geen alternatief. Ja. Of ik moet mijn bitcoins uitcashen en dan aan euro's omwisselen. Maar dan verlies ik ook mijn bitcoins. Of ik Ja. betaal rechtstreeks met bitcoins. En dan verlies ik ook mijn bitcoins. Maar dan heb ik tenminste wel het netwerk gesteund. Hè? Dan steun ik de community door peer-to-peer transactions te doen. Ja. Dus voor mij, nee, ja, ik kan het niet meer zonder vinden. Ik heb gisteren kerstinkopen gedaan voor de kids. Ja, en eergisteren. Ja, dat kost mij heel wat bitcoins. Maar op dit moment wat minder dan ja, in 2018, zullen we maar zeggen. Toen was het heel Ja, wat duurder liggen. precies. Ja, Ja, ja. inderdaad, als je al in bent, is dat inderdaad totaal anders. Want dan is dat het enige wat je hebt en daar betaal je gewoon mee. En als die koers meestijgt, dan is Ja. dat leuk. Maar voor de rest maakt het geen Ja, sens. het maakt natuurlijk ook wat uit, de koers voor mij ook. Hè. Maar weet je, als de koers daalt, net zoals in 2018, dan leven wij voornamelijk in hele goedkope landen of op campings, weet je, en dan gaan we back to basic. En nu staat de koers hoog, dan kan ik ook een leuk huis huren met een zwembadje en een jacuzzi voor de kids. Hè. In het laagseizoen in Portugal ook nog heel betaalbaar. En dan kost het mij niet al te veel bitcoins. Dus ja, wij leven eigenlijk mee met de flow van de koersen van bitcoin. En Ja, want je kunt het als doet dat nog iets negatief met als. je? Ja, natuurlijk. Het doet altijd wat met je. Want ik word euforisch op het moment dat ik zie dat die bitcoinprijs stijgt. Want ik heb al jaren het roepen naar mensen, koop die bitcoins onder de 10.000. Koop die bitcoins onder de 10.000. En wanneer je dan uiteindelijk gelijk krijgt, nou, dan streelt het toch wel je ego. En dan krijg je Ja. toch ook wel het gevoel, zie je, ik heb het niet verkeerd. En ik denk dat Dus dat die koers is toch wel wel een soort belangrijk is. van manier om dan te zeggen: kijk, ik heb gelijk gehad al die tijd, hoe die koers dus meestijgt. Want let wel, toen wij de vorige opname deden in mei, toen stond de koers, nou, in ieder geval $17.000 lager dan dat hij nu staat. Dus dat is wel een verschil. Ja, weet je, het is het verschil dat je in het moment dat die koersen stijgen, maakt het leven voor ons als all-in personen voordeliger. Het maakt het leven voor de anderen die nu in bitcoins willen investeren duurder, want je koopt die Ja. bitcoin nu groter. Dus wij leven in een omgedraaide wereld eigenlijk een beetje op dat gebied. En je kunt het als positief en negatief ervaren, en dat is wat mensen vaak zien. Hè. Die zeggen dan, ja, maar als die koers dan daalt, dan wordt het leven duur. En dan zeg ik altijd, ja, maar dan wordt het leven duur, maar voor mij ook een avontuur. Want als het leven duur wordt, als de koers daalt, dan pak ik de camper en dan ga ik op een camping staan in de natuur en dan maak ik het positief. Dan zeg ik hey, tegen de kids, weet je wat, we hebben nu leuke huizen gehad. Nu gaan we lekker avontuurlijk op een camping staan. Kost geen drol en we hebben een leuk avontuur. Ik vind dat de mensen moeten leren alles vaker positief in te zien. Hè. En Ja. zo hebben wij zeg maar die bear market overleefd. Volgens mij, ja precies, dat wou ik net zeggen. Volgens mij heb je dat vorige keer ook bij ons verteld. Dat tijdens die bear market, dat jullie gewoon met een wat lager budget rondkwamen. En dat het ook goed was. Ja, maar dat is, weet je, we zijn zo verwend met veel geld om te kunnen gaan.
Ik denk dat het heel avontuurlijk is om af en toe gewoon eens een keer wat minimalistisch te leven en te laten zien aan de kids, oké, nu doen we het anders. Ja. 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 Nou, verwacht jij gewoon deze keer dat de geschiedenis zich herhaalt in de zin dat we nu weer naar een of andere wilde piek gaan en dat we dan weer een fikse terugval krijgen, bijvoorbeeld in 2022? Hoe zie jij die markt zich ontwikkelen? Ja, als je heel erg uitzoomt op de charts, dan zie je eigenlijk een heel mooie trend. En dat is de trend als je kijkt naar 12 maandelijkse candles, dus een candle per jaar. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk zien dat je eigenlijk elke keer 3 groene candles hebt en dan 1 rode candle. Ja, weer 3 precies. Groene en 1 rode. Nou, en ik denk dat we nu dit jaar afsluiten met een mooie groene candle. En ik denk dat 2021 de allergrootste, dus de derde van die 3 opeenvolgende groene jaren. En die derde, dat wordt de allergrootste. En dat is 2021. En ik denk dat we daar zeker kunnen pieken naar tussen de 50 en de 100. Misschien zelfs als de FOMO echt inkikt, $200,000 per bitcoin. En dan verwacht ik ook dat we inderdaad in 2022 weer een rode candle gaan zien. Dat wil niet zeggen dat die rode candle niet eerst hoger gaat dan 2021. En hij kan natuurlijk omhoog gaan en dan volledig zakken naar onder. Ja. En dat maakt de candle rood. Ja. Maar waarschijnlijk wel naar een bodem die hoger ligt dan de vorige bodem. Dat ligt voor de hand, of niet? Als we de historie zouden herhalen, dan zouden we inderdaad die rode candle eigenlijk weer boven dadelijk bijvoorbeeld de 30.000 moeten uitkomen als dat de groene candle zou sluiten dit jaar bijvoorbeeld. Dus ik zie het heel vrolijk in 2021. Het wordt denk ik een heel mooi jaar. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, Didi. Jij zei net, wij reizen hier rond. Wat is het eigenlijk wat jullie nu doen daar? Want jij had normaal, of normaliter, in Thailand toch wel sprekersklussen. Je mocht online wel eens ergens wat zeggen. Afgelopen periode is er natuurlijk veel media-aandacht geweest rondom jullie. Wat dan weer in positieve zin jullie weer een beetje omhoog pusht. Maar wat doen jullie zo al op een dag? Niks. Bacardi drinken, naar de zon onder. Bacardi Cola? Kijk, inmiddels is ons leven ook weer geconfronteerd tot een digitale nomadenleven. Dus er zijn verschillende verdienmodellen die je dan gecreëerd hebt. En die zijn allemaal afhankelijk van crypto. Kijk, ik heb nu een t-shirtje aan, daar staat al BAM, oftewel BAM, zonnevuurbal in Nederlands. Dat staat voor een indicator die wij gecreëerd hebben. En met die indicator, daar kunnen mensen die kunnen zich op subscriben. En dan krijgen ze tips wanneer te kopen en te verkopen. Nou, natuurlijk doen we nog steeds een verkoop van ons boek. Ik maak dagelijkse YouTube-video's. Ons kanaal groeit. Nou, YouTube betaalt je natuurlijk ook voor de reclamegelden. We supporten nog steeds 3 of 4 hele grote projecten in de blockchain-wereld. House of DAO in Thailand, Blockchain Valley in Bulgarije, Machine Trader in Zwitserland. Dus ik ben daar ook aandeelhouder van, en et cetera. Dus ik verdien daar natuurlijk ook mijn centjes mee. En voor de rest blijven wij bij dezelfde mindset. Wij blijven geven. Ik heb deze laatste 2 weken ook weer een aantal NGO's geholpen. Ik heb daar video's over gemaakt. We geven schoenen en kleding en voedsel aan 20 jongeren in Venezuela. Door Bitcoin gestuurd. Nou, die mensen hebben dat allemaal gefilmd en daar hebben we een leuke video van gemaakt. Nu hebben we weer een weeshuis in India geholpen. In Servië hebben we vorige week. Dus wij blijven ook onze winsten van YouTube en alles wat we maken gewoon weer geven. Ja, en de mensen vinden dat mooi en dan groeit je kanaal. Een ander model wat we hebben gestart is de Family Token. Dus wij hebben een eigen Family Token. En de market cap van die Family Token is op dit moment rond de $100,000. Dus er zijn heel wat mensen die Family Token aangeschaft hebben. En die Family Token die heb ik gestart om het hele social media model om te gooien. Ik ben het er niet meer mee eens dat als ik alle content maak, dat de mensen die uren spenderen aan mijn content te kijken, nooit niets verdienen. Ik verdien al het geld. Het gaat altijd maar om ik. En ik wil een wij-mentaliteit creëren, een family-mentaliteit. Dus ik heb die Family Token eigenlijk gestart. Ik heb er mijn eigen geld ook ingestopt als eerste startup, hè, het eerste liquiditeit voorzien. En nu geef ik de mensen, waardeer ik, voor het feit dat zij mijn social media kijken en volgen. En daarvoor betaal ik hun in Family Tokens. Dus ik verstop QR-codes in mijn video's. En als mensen die video kijken, kunnen ze die scannen en dan krijgen ze de Family Token. En die Family Token kunnen ze omwisselen op Uniswap. Dus ik betaal hun eigenlijk voor het volgen en het grootmaken van het Family Brand. Want ik denk dat de Bitcoin Family nu uit het groeien is. Nou, dat is een gigantische grote Bitcoin Family die geeft om het maken van geld, maar ook geeft om het delen van geld. Het klinkt aan de ene kant heel
heel idealistisch. Aan de andere kant klinkt het ook een beetje alsof het weer 2017 is. Snap je dat? Een ICO, als het ware. Ja, nou, dat is ook waarom dat ik in eerste instantie mijn eigen geld erin gestopt heb. Weet je, ik heb daar een heel groot risico in gelopen, want de mensen kunnen het geld gewoon eruit cashen en dan ben ik al mijn geld kwijt. Maar ik had het vertrouwen erin dat de community eigenlijk al begreep wat ik aan het bouwen was. En dat is eigenlijk nu wel gebleken. En dagelijks verdienen de mensen Femi tokens. En dat is voor mij het belangrijkste, dat kinderen in Venezuela, die mij helpen met mijn Instagram te groeien of die mijn video's kijken, alles met 20 cent of 30 cent per dag verdienen, weet je, dat is voor die mensen daar best wel veel geld. En is dat een manier om verdiensten te delen? Of sta je je verdiensten van de video's ook af aan de kijkers? Want je kunt er verschillende verdeelsleutels op loslaten natuurlijk, lijkt me. Precies dus. Dus wat ik ben aan het doen eigenlijk is, ik verdien geld door YouTube. En ik verspreid dat geld van YouTube weer naar alle kijkers door middel van Femi tokens of door middel van sponsoringen naar goede doelen, zoals we deze week 3 keer hebben gedaan. Altijd rond kerst doen wat extra's. Dus ja, ik zit niet in YouTube om daar geld mee te verdienen. Het kost mij echt heel veel uren werk elke dag. Maar ik vind het leuk. Ik vind het gewoon leuk om content te creëren. En dat geld wat we daarmee verdienen, dat delen we steeds weer. Voor een model. Die Family Token heeft een market cap van een ton ongeveer, zei je. Hè? Is die vrij verhandelbaar op een exchange? Hoe zit dat? Ja, die is vrij verhandelbaar op Uniswap. Ja. Dus je kunt die gewoon elke dag, en die wordt ook elke dag gewoon omgewisseld. Ik zie gewoon mensen 3 of 4 euro in Family Tokens omwisselen naar Ethereum of US Dollar Tether of naar DAI of wat dan ook. Dus mensen kunnen het gewoon direct uitcashen. En is het een token dat je alleen kunt krijgen of kun je er ook iets mee betalen? Bijvoorbeeld, weet ik veel, jouw boek kopen of iets dergelijks? Ja, je kunt ook ons boek kopen. Je kunt er ook mee aanmelden op de Discord server. Je kunt er t-shirtjes mee kopen. Je kunt er shoutouts mee kopen onder de video's. Ik probeer een kleine economie rondom die token te maken, zodat we ook de transactiefees weer kunnen gebruiken voor donaties eigenlijk aan goede doelen. En waarom is een eigen token daar handig voor? Waarom kan dat niet gewoon met Bitcoin bijvoorbeeld? Omdat mijn visie over cryptocurrency misschien net wat anders is, of laten we zeggen visionair is opzichte van de toekomst. Ik denk dat social money een gigantisch grote rol gaat spelen in de toekomst. Kijk, we kunnen zien dat door de reguleringen die Amerika nu probeert te leggen, hè, op het hebben van een eigen wallet, hè, dat is nu de grootste nieuws in Amerika, hè, en al dat spul, dat ze proberen toch grip te krijgen op Bitcoin en cryptocurrencies. Bitcoin gaat het nieuwe goud worden van de 21ste eeuw. Dat is waarom dat de banken en de centrale banken het allemaal supporten. Dat is waarom dat het verhandelbaar is als een future en een option en al dat stuff. Omdat de regeringen proberen daar weer controle op te krijgen, zoals ze controle hebben gehad op het goudvoorraad. En in mijn ogen zie ik dat de wereld zich aan het veranderen is. Ik denk dat er steeds meer sociale communities gaan ontstaan die hun eigen ruilhandel weer gaan doen. En ook op een digitale manier, met hun eigen cryptocurrency. En dat heet social money. Dat is een nieuwe stroming in cryptocurrency, waar een community een eigen munt kan starten om die onderling te gebruiken als waardebepaling van diensten of van talenten of van goederen. En als je dat als visie zult zien voor de toekomst, dat er overal communities op de wereld eigen social currencies gaan gebruiken die onafhankelijk zijn van centraal gereguleerde instanties als een bank of een overheid of een centrale bank, dan krijg je dadelijk over de hele wereld communities met interuitwisselbare crypto's, social money. En ik denk dat dat wel eens een hele grote tak kan worden in de komende 10 jaar. Dus vandaar dat ik daar eigenlijk op voorhand nu op ben ingesprongen. Ja, maar om daar nog even over door te zeuren. Als er heel veel communities zijn met allemaal een eigen token, dat is toch minder handig dan dat ze allemaal gewoon Bitcoin gebruiken? Ja, 100% zeker. Maar we weten allemaal, en dat moeten we ook gewoon eerlijk toegeven, en ook ik als Bitcoin-maximalist, dat het op dit moment niet mogelijk is om Bitcoin volledig als peer-to-peer cash te gebruiken. Weet je, ik gebruik het dagelijks om een Bacardi te betalen, maar het kost mij wel elke dag 2 euro extra en fees. We zijn nog niet zo ver. En als ik de kinderen in Venezuela wil betrekken in het monetair systeem door het hebben van crypto, dan is Bitcoin voor die mensen op dit moment niet de uitgekozen munt. Omdat als het fees op 2 euro zijn en ze willen maar 2 euro zenden of ontvangen, is dat op dit moment gewoon nog heel lastig. Is Lightning dan geen optie? Lightning is nog zeker een optie. Maar op dit moment is Lightning voor mij nog steeds in de beginfase van de e-mail, zeg maar in de 90e jaren, waar mensen wel weten dat het bestaat, maar nog steeds te moeilijk is om het te gebruiken. Ik denk dat Lightning, het moet makkelijker worden om van Lightning ook weer terug te gaan naar Bitcoin.
dat is op dit moment nog de stap die eigenlijk te ingewikkeld is, in mijn optiek. Oké. Okay. Marlon, heb je nog... Hoor jullie even. Was je in slaap gevallen? Nee, ik hoorde eventjes gekraak. Ja, ik had nog een vraag. Ja. Ik ben namelijk wel heel erg benieuwd. Ja. De vorige keer sprak jij, Didi, over de Bitcoin Citadel. En die Citadel, dat zijn een soort van steden, dorpjes, waarin je alleen maar met bitcoins kan betalen. Ik ben benieuwd hoe dat er nu voor staat. Of dat nog naar next level getild is. En of jullie daar misschien wel weer naar terug gaan als jullie avontuur in Portugal erop zit. Ja, dat is een hele grote kans. De Digital Nomework, Coworking Co-Living Space in Thailand, die is bijna zo goed als klaar. En waarschijnlijk gaan die midden januari hun nieuwe accommodatie betreden. En dat wordt dan een heel groot hotel, wat overgekocht is. En dat hotel wordt in gebruik genomen als Blockchain City. Cool. En hoe ziet dat er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hij loopt weer even vast. Ik hoop dat je me nog hoort. Ja, die is ook voor mij bevroren. Dus het is een spannend moment. Ja, ik had het net ook al een beetje. Maar goed, ik hoop dat hij nog weer terugkomt. Want anders hebben we zo'n cliffhanger, Herbert. Dat zou ook een beetje vervelend zijn. Even kijken. Ik hoop hoor. Dat hij ons hoort. Didi, als je ons hoort, log dan even uit en terug in of zo. Ja. Kijken of dat helpt. Dan kunnen we even opnieuw je aanmelden. Hè? Ik was juist zo benieuwd naar die Citadels. Ja, en we moeten ook nog weten wat hij vond van de gebeurtenissen van het hele afgelopen jaar. Hij is nu echt weg. Ja, dus kunnen we hem even appen? Kun jij hem even appen of hij gewoon even terug inlogt? Dat zou het allermooiste zijn. Terug inloggen. Want het is de voorlaatste Cryptocast van 2020. Dus we moeten in elk geval ook met Didi. Volgende week doen we dat met de gebroeders Slachter. Ja. Maar ook met Didi eventjes bespreken wat het belangrijkste van het afgelopen jaar is geweest. En absoluut. Hoe hij naar het komende jaar toekijkt. Ja, als het goed is komt hij er nu weer aan, Herbert. Hij appt me net dat hij weer onderweg is. Dat lijkt me is. Wel heel gezellig. Ja. Dus dan wachten we daar eventjes op. En ondertussen was hij dus blijven hangen bij het verhaal over Thailand. Dat ze daar het een en ander aan het bouwen zijn, wat half januari live gaat. En om heel eerlijk te zeggen, Herbert, ik heb hier ook wel eens over getwijfeld. Of het niet heel fijn zou zijn om wat meer in een soort bubbel te leven waarin je... Precies, meer gelijkgestemde hebt. Want dat is iets wat ik best wel lastig vind. En normaal, of helemaal met nu de maatregelen, corona. Wij werken veel meer nu vanuit huis. Ook de opnames doen we vanuit huis. Het is toch fijn als je even kan zeggen hey, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Ja, natuurlijk. Weet je wel? En dat vind ik ook hoor, dat online contacten niet opwegen tegen echte contacten. Nee, precies. Met levende mensen. Maar of dat dan ook altijd gelijkgestemde moeten zijn, dat weet ik niet hoor. Dat hoeft niet per se. Nee, precies. Het is wel leuk. En helemaal daar op Copagan zit dat, als ik me niet vergis. Of althans, daar waren ze mee bezig destijds. Dat is ook een eiland waarin je best wel in een soort van isolement, een bubbel leeft. Ik ben er toevallig een poosje geweest, een maandje ongeveer. En daarin merk je ook dat mensen gewoon heel primitief leven. En meer zich druk maken over het eten wat ze gaan maken of gaan vangen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En wat meer down to earth. Ik snap wel dat die zich daar heel graag in mengt. Even kijken hoor of die er aankomt. Blijft trouwens prachtig hè, dat je zomaar zo'n gesprek met video en al kunt voeren met iemand in Portugal. Ja, het was de vorige keer natuurlijk nog extremer toen hij in Thailand zat. Ja. Maar ik ben wat ouder. Ik heb nog meegemaakt dat mijn ouders voor het eerst telefoon kregen. En, ja, serieus, dat herinner ik me nog gewoon. Als jochie, dat de eerste telefoon bij ons in huis werd binnengedragen met allerlei draden en wat bizar. In de muur werd geschroefd. Ja, ik kan me daar niet meer voorstellen. Zijn we toch een heel eind gekomen. Nee, precies. Nee, het enige goed, wat ik me nog herinner is het inbellen op het internet en dat het dan zo... Dat geluidje, weet je wel? Dat is het enige wat ik nog weet. Weten mijn kinderen ook nog wel, dat ze moesten vragen of ze internet op mochten, want dan was de telefoonlijn bezet. Precies, en anders mocht je alleen offline spelen, dat mocht ik dan. Dus dan mocht je de websitepagina even downloaden en dan kon je daarna nog spelletjes spelen. Dat was het enige wat de mogelijkheid was. Didi laat ondertussen weten dat hij nog 1 minuut bezig is. Dus wellicht is zijn internet even Voor mij is hij gewoon even naar de wc gegaan. Ja, dat kan ook heel stiekem. Ja.
Zal ik nog een grappig verhaal vertellen? Op een gegeven moment had ik een huisnetwerk aangelegd, alleen maar met draden. Hè? Want wifi, dat was veel te duur op dat moment. Dat was €500 per kaart of zoiets, die je dan in een computer moest schroeven. Ik had dus een netwerk met draden. En dan kon je chatten van de ene computer naar de andere. Binnenshuis, dat was het enige wat kon. Maar wat had je daar dan aan? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Mijn dochter kwam dan uit school thuis met een vriendin. En dan ging zij in de ene kamer zitten en de vriendin in de andere kamer. En dan gingen ze met elkaar chatten. Ongelogen. Nou ja, dat vonden ze geweldig. Dat vonden ze leuker dan samen in dezelfde kamer zitten en gewoon met elkaar praten. Oh, wat bizar. En nu zitten we juist in de tijd waarin we juist het liefst met elkaar praten in plaats van alleen maar online. Dus dat is wel heel erg contrast. Ja, dat weet ik niet heel zeker. Of alle mensen bij elkaar in dezelfde kamer zitten en wel zo geweldig vinden. Ja, nu verlangt iedereen daarnaar terug natuurlijk. Nu in de coronatijd, nu het niet mag, vindt iedereen eigenlijk dat ze het graag zouden willen. Als je het niet maar als het wel mag, dan ga je misschien toch weer chatten. Ik merk dat trouwens ook wel mee. Op de redactie had ik eens een collega en dan zaten we tegenover elkaar aan een bureau. En ik kwam er een bericht binnen, ping! Waarom begint ze nou te chatten? Maar dat was dan omdat ze wilde roddelen over iemand die naast ons zat. Oh, dit kan echt niet. Dat doe je niet. Nou ja. Wat erg. Het bestaat. Ja, ik denk dat het veel voorkomt in kantoren. Zeker weten. Ik had laatst een interview, of althans iemand interviewde mij en hij vertelde dat hij best wel introvert was en dat hij eigenlijk corona heel erg fijn vond. En dat hij ook qua interviews het veel fijner vond om dat online te doen. Dat hij gewoon het liefst alleen voor zijn webcam zit en zijn filmpjes opneemt. Ja. That's it. En eigenlijk kan ik me daar wel in vinden, maar ik moet wel zeggen, als je een interview doet, is het toch fijner, ook bijvoorbeeld wat we hadden met Madelon Navigeert. Daar had ik dan een interview met Tuur de Meester. Nou, die zat dan ergens voor een greenscreen aan de andere kant van de wereld. Maar dan is het toch, je hebt een krakende verbinding. Je hoort elkaar niet zo goed. Je zit niet op dezelfde golflengte. Dus de vibe voelt anders. Ja. Dus het is altijd net ietsje minder dan als je elkaar ziet. Ja. En dat je er echt gevoel bij hebt. In de afdeling grappige dingen. Dat heb ik meer dan eens meegemaakt. Dat ik geïnterviewd moest worden. En dat het als volgt ging. Ik mail u de vragen nu. Wilt u de antwoorden intypen en terugsturen? Dat is bizar, want dan zit je dus heel als geïnterviewd in feite het stuk te schrijven. Ja. Dus dan voelde ik me wel een beetje beetgenomen. Meestal doe ik het dan wel, want het prettige daarvan is dan wel weer als geïnterviewde dat je ook controle hebt, hè? Ja. Over hoe de antwoorden, in plaats van dat een interviewer dat achteraf nog weer eens gaat zitten herschrijven. Maar eigenlijk is het wel een beetje makkelijk je ervan af. Ja, precies. Ik vind trouwens wat jij net zei, ik vind het wel een wonderlijke tekst dat iemand zegt, weet je, ik ben zo introvert. Dat klinkt toch als iets wat best wel extrovert is om te zeggen. Ja, nou ik denk dat het wel even duurt voordat je erachter komt hoor. Ik ben namelijk zelf ook best wel introvert en mensen hebben dat aan mij niet door. Ik leef niet op heel veel input van buitenaf. En als er te veel. Jij hebt het ook wel eens gezegd, toch, Herbert? Als we ergens naartoe moesten of zo, dat je zei: nou, ik gedij niet zo goed in heel veel heel grote groepen mensen. Dat klopt. Dan voel ik me slecht op mijn gemak. Als het te druk is en lawaaiig. Ja. Maar voor iemand die introvert is, heb je best wel veel YouTube-kanalen. Ja, klopt. Maar dan zit ik hier in mijn eentje met de gordijnen dicht, een lamp op mijn toet en verder gewoon niks. Ik doe zelfs de koelkast uit, zodat je die niet hoort. Dat ik geen prikkels heb van buitenaf. En ook het liefst als ik naar jou toe ga bij BNR, dat ik dan het liefst zo min mogelijk prikkels heb. Dus gewoon in de Uber alleen maar focussen op dat waar je op moet focussen en verder niks. Tegen de camera praten is altijd wat makkelijker dan tegen een menigte praten. Dat is wel zo. Ja, absoluut. Ja. Even kijken. Hoe zit het met die Taihutu eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ik heb hem nog even een vraagteken gestuurd. Hij zei net 1 minuut. Nou, dat is inmiddels al 8 minuten geleden. En hij zei: precies. Mijn laptop liep vast. Dus ik ben hem aan het refreshen en hij is nu aan het typen. Ik ben er, zegt hij. Ja, hij is er hoor. Ik heb hem net toegevoegd aan de groep. Daar is hij weer. Nou zeg. Oh. Een werkelijk. Andere laptop, ja. Echt waar? Nu hopen dat het gelukt is. Ja, we zien Didi al. De videokijkers zien hem ook al. De audio is connected. En we hopen dat de audio op een gegeven moment ook tot ons doordringt. Dag Didi, hoor je ons alweer?
Ik ben er weer en Ja, ik geweldig. ben de audio recording weer opnieuw gezet. De laptop niet vast. Ik weet niet waar het is. Portugal. Ja, vast. Portugal, ja precies. Geef de schuld maar aan Portugal. Te veel zon op de laptop waarschijnlijk. Ja, hij is te warm. Waar waren we gebleven? Even kijken, we zaten midden in de citadels in Thailand. Portugal, hè? Ja, oh, dus, ja. Ja, Portugal. Precies, ja. Ja. Dus die in Thailand, die gaat, ik denk begin januari open. We zijn bezig met de aankoop van een resort. Een heel mooi resort. En dat wordt de basis van de House of Dao op Koh Phangan. En vanuit daar gaan dus heel veel projecten samenbouwen en een nieuwe toekomst. En dat wordt een proof of work concept. Dus dat gaat daadwerkelijk in januari plaatsvinden. Ze hebben ook mij al gebeld, Didi. Je moet er wel bij zijn bij de opening. Kom naar Thailand weer. Ja, op Thailand hebben ze nu nog steeds een quarantaine van 2 weken. Dus we wachten nog eventjes tot januari, februari wat daarmee gebeurt. Maar dat loopt in volle gang. Het andere project was een blockchain valley in Bulgarije waar ik mee bezig was. Die hebben door de COVID eventjes de stop moeten aanroepen. Maar die hebben nu, de hele blockchain valley wordt virtueel gecreëerd. Dus het hele land is nu virtueel gecreëerd waar je als avatar kunt rondlopen. En de 2 miljoen vierkante meter grond die ze nog steeds hebben, dat wordt dan weer aangevangen wanneer dat uit de lockdown en uit de winter komt in Bulgarije. Die virtuele wereld is waanzinnig, want daar gaan ze beginnen met het openen van festivals en entertainment en alles. En dan kun je als je avatar rondlopen. Mijn avatar is al klaar. Ik heb hem gisteren op Twitter gedeeld. Ik heb de eerste house party, 90s house party, als virtueel avatar rondgelopen. Ja, dus dat loopt ook eigenlijk door. En ik ben nu uitgenodigd door een heel groot bedrijf. Die willen een house of Dao beginnen hier in Portugal. En daar zit een Zwitsers bedrijf achter. En die willen de eerste investering doen om het aankoop van de grond. Dus daar heb ik ook een beetje voet in de grond. Daar willen ze me ook in mee betrekken. En dan gaan we dan ook een mooie digitale nomade co-working, co-living place in Portugal starten. Dus dat loopt allemaal. Ja. Tof. Tof. Dus jullie gaan eind januari weer richting Thailand zodra je daar niet meer 2 weken in quarantaine hoeft. Zodra ik niet in quarantaine hoef, gaan we daarheen. We hebben ook een hele leuke uitnodiging gekregen door een bedrijf. Ik ga even de naam nog niet noemen, maar om een tour te doen in Canada. Dus ze willen ons heel graag met de Land Rover naar Canada toe hebben verschepen. En dan een hele tour naar Canada doen. Ook Bitcoin-adoptie, bedrijven bezoeken, nou, al dat gebeuren. Ja, er gebeurt op dit moment weer gigantisch veel. Sinds 3 weken hebben we een wekelijkse show op vrijdagavond over ons Bitcoin-leven. Dus daar gaat niks over nieuws, niks over, ja, over charts. Het is puur alleen elke vrijdag een show hoe wij leven als gezin. Een soort van real-life soap, zullen we maar zeggen. Die is ook 3 weken geleden gestart. We zien nu 4 episodes vanuit. Morgen gaat de volgende aan het vrijkomen. Er staat heel veel te gebeuren op dit moment. We zijn ook in contact gekomen met een Frans bedrijf die een hele toffe documentaire willen maken. Dus ja, misschien wordt die documentaire wel de tour van Portugal naar Thailand, naar die citadel, om die te openen met de auto. Om ook aan de wereld te laten zien dat tijdens deze barre ellendige tijden je nog steeds kunt reizen. Ja. Intussen hoor ik je trouwens wel zeggen, dat valt me op, dat je die quarantaine hebt in Thailand. Dus ze hebben wel degelijk serieuze maatregelen tegen corona. Ja, om erin te komen dat, nu. Dat valt me dan toch op. Om erin te komen nu hebben ze heel strikte maatregelen getroffen. 2 weken in een 5-sterren hotel. Wel een hele luxe quarantaine, maar je moet 2 weken in een 5-sterren hotel doen. Na 4 dagen krijg je een test. Is die test goed, mag je al eerder eruit. Anders moet je nog wat langer blijven voor de volgende test. Anders mag je dan eruit. Ja, het land is COVID-vrij, zeggen ze, en ze willen het heel graag COVID-vrij houden. Ja, ze zijn afhankelijk van toerisme en ze willen het toerisme niet zien instorten. Dus, ja. Ik heb zitten nakijken terwijl we bezig waren. Thailand heeft 86 doden per miljoen op dit moment, terwijl Nederland al in de buurt van de 1000 zit. Ja. Dus inderdaad hebben ze het een stuk beter onder de duim dan wij. Ja, waarschijnlijk echt door het weer, hoor, maar niemand weet het natuurlijk precies op dit moment. Ja, of misschien ook wel door, want veel Aziatische landen hebben veel last gehad van SARS en weten dus gewoon goed hoe je dat varkentje moet wassen. Ja. Dus misschien gewoon betere maatregelen genomen, dat kan natuurlijk ook. Dat, dus de zon, het weer, vitamine D, vitamine C, al die gezonde voedingen, ja, weet je, het kan zoveel zijn, maar, ach ja. Ja.
En Didi, Goed. jouw verwachting voor het komend jaar? Want je zei net al, ik vind vooral belangrijk dat er nu institutioneel, vanuit institutioneel oogpunt naar Bitcoin wordt gekeken. Hoe kijk jij naar de komende tijd? Is dat de trend die zich gaat continueren, zoals wij dat als technisch analisten zo mooi kunnen zeggen? Of verwacht jij dat dat afzwakt en dat we de retail gaan zien die juist de boel overneemt? Om heel eerlijk te zijn, als we normaal gesproken de markt zouden bewegen zoals de markt beweegt, dan moeten we een correctie van 30 tot 40% zien. En dat hebben we in 2017 ook gezien, vele runs van 200%, maar ook vele correcties van 40%. Ja. Ik twijfel op dit moment daar heel erg aan. Ik hoop nog steeds op 26.000 op de 26e, op tweede kerstdag. Mooi moment om de 26k te halen. Elke dip wordt opgekocht. En ik denk niet dat dat minder gaat worden. Ik denk dat dat veel meer gaat worden. Ik denk dat de institutionele Ja. FOMO daadwerkelijk ervoor gaat zorgen, hè, dat er meer en meer bitcoins gekocht gaan worden. En dat we daadwerkelijk een supply crisis hebben. We hebben niet meer genoeg bitcoins om de markt te voorzien. En dan moeten we erbij nadenken dat alleen PayPal op dit moment in Amerika bitcoins verkoopt. Wanneer PayPal de grenzen opent voor Europa en de rest van de wereld, dan zullen ze de bitcoins ergens vandaan moeten toveren. PayPal gaat zich in het rijtje toevoegen met MicroStrategy en al die andere biljonair fund Ja. companies. Er zijn te weinig bitcoins. Er komen maar Ja, want 900 vanuit PayPal bitcoins. is er nu al vraag naar 20 à 25 miljoen bitcoin per dag vanuit alleen Amerikanen. En er wordt maar 17,1 miljoen bitcoin gecreëerd. En dan is er daarnaast ook nog al die andere vraag. Ja, En de aan vraag of de waarde. miners het überhaupt aanbieden. Ja. Natuurlijk, aan waarde. Er worden maar 900 bitcoins maximaal per dag gemined. Weet je, dat zijn er 900. Ja. Die zullen allemaal Ja. blijven. Dus ik denk dat elke dip op dit moment opgekocht gaat worden. En ik denk dat daarom het stock-to-flow-model dat ooit gemaakt is door Plan B, misschien wel eens een grote onderschatting kan zijn van wat we echt gaan zien. Die $100.000 die hij verwacht volgend jaar, als deze grote bedrijven blijven toetreden tot de markt. En dan moet je je voorstellen wat er gebeurt als Apple dadelijk zegt: Oké, wij hebben Apple Pay, wij hebben een iPhone. Wij komen nu uit met een iPhone met een vertrouwde Bitcoin wallet, waarbij je ook met Apple Pay Bitcoins kunt kopen en verhandelen. Weer zo'n groot bedrijf wat het marktaandeel gaat vergroten dadelijk, waarschijnlijk, want die gaan die boot niet willen missen. Dan kan ik me niet voorstellen dat wij nog heel ver omlaag gaan dippen. Ik denk dat werkelijk dat elke dip wordt opgekocht en dat wij misschien wel prijzen van 200 of $300.000 kunnen gaan zien Zo. in de top van de volgende cyclus. Ja, dat is Weet je, als je bizar. kijkt Bij naar, de kijkt top. naar de charts, als je kijkt naar de charts, sorry, dan zie je de bitcoins verdwijnen weer langzaam van de exchanges. En toch gaat de prijs omhoog. Er zijn steeds minder bitcoins aanwezig op de exchanges en we zien de prijs alleen maar omhoog gaan. Dat Ja, betekent dat. ja. Omdat er heel veel via over-the-counter verkocht wordt, natuurlijk, die bereiken de exchanges niet eens. Ook, en dat er net zoals Michael Saylor heeft toegegeven, op hele strategische manieren micro-bitcoins worden gekocht. Dagelijks voor een paar honderd dollar worden er elke minuut bitcoins gekocht. Dus is de invloed op de prijs ook wat minder groot eigenlijk. Ja. Ik vind het een, ik denk dat we een hele mooie toekomst gaan zien. Ja, want Ja, ik. spannend. Zal ik trouwens, dat is misschien, want dat heb ik vergeten tot nu toe. Ik heb het elke week eventjes over die Bitcoin Treasuries. En er is afgelopen week ook weer een hele hoop in veranderd. Ik zal het even kort samenvatten, maar de bottom line, daar begin ik wel even mee. Dat is dat de bedrijven die op die lijst van de Bitcoin Treasuries staan, die hebben op dit moment samen. Eens even kijken. Heb ik dat nou goed? Ja, 1.151.000 bitcoins. Dat is dus al 5,5% van Ja, alle bitcoins. dat is echt forse toename. Dat is echt veel meer, dat is bijna 1% meer dan vorige week. En dat komt vooral doordat Mt. Gox er intussen op staat. Er zijn 141.000 bitcoins toegevoegd die bij Mt. Gox horen. En het is wel bijzonder, want de meeste bedrijven die op deze lijst staan, die hebben die bitcoins natuurlijk gewoon om vast te houden, hè, voor zichzelf of voor hun klanten, hun beleggers. Ja. Mt. Gox heeft natuurlijk een iets andere positie. Dat zijn juist bitcoins die zouden binnenkort of op termijn juist op de markt kunnen komen, omdat die zijn van mensen die ze misschien toch snel willen cashen als ze een keer loskomen. Maar intussen toch wel een bijzondere mijlpaal gepasseerd. We staan nu boven 1 miljoen bitcoins op die lijst van de Bitcoin Treasuries. En end counting. Ja, en weet je, Dus dat wil ik er even tussendoor gooien. ja, en wat ik net Didi. helemaal vergeten te zeggen, sorry dat ik weer zoveel praat heb, mijn excuus. Nee, ja, daar ben je Ja, is voor. goed. Kijk,
En als de mensen dan eens gaan kijken naar wat er op wereldwijd plaatsen op dit moment, dan denk ik dat we nog vele mooiere prijzen gaan zien. Weet je, landen zoals Iran, Venezuela en Turkije gebruiken op dit moment officieel de Bitcoin voor import en export. Ja. En daarmee voorkomen ze de US sanctions. De Bitcoin gaat... Ja, Venezuela en Turkije wist ik niet, maar Iran, dat wist ik wel, ja. Venezuela en Turkije hebben zich toegevoegd aan de lijst en doen ook al, hebben al verdrachten met elkaar getekend met Turkije en Iran en Venezuela, dat ze onderling import en export doen met Bitcoins. Ik denk in de toekomst, en dat heb ik pas ook tegen CNBC gezegd, ik denk, nu worden de oorlogen gevoerd over goud en over olie. Ik denk in de toekomst wordt de oorlog gevoerd over Bitcoin mining en Bitcoins. Iran maakt het mogelijk powerplants de Bitcoins te minen. Weet je, in de toekomst gaan we Iran niet meer binnenvallen voor een olieveld. We vallen Iran binnen om al die energiecentrales onder controle te krijgen en de Bitcoins te nemen. Ik geloof echt dat Bitcoin een hele powerful tool wordt. En ik denk echt... Ik vind het wel een spannend verhaal, maar ik vind het aan de andere kant ook weer geen leuk vooruitzicht. Nee, het is zeker geen leuk vooruitzicht. Maar dat is alles wat wij meemaken als mens en wat wij als mens in handen nemen. Uiteindelijk proberen we toch te veranderen in iets slechts. Goud had en geld had iets moois moeten zijn en we hebben het eigenlijk voornamelijk gebruikt voor iets kwaadaardigs. Internet was mooi, maar uiteindelijk gebruiken we het ook heel erg voor negatieve of kwaadaardige dingen. Hè? En ik denk dat met Bitcoin en blockchain, ja, dat kun je niet ondervangen, dat dat ook daarmee gaat gebeuren. Maar ik denk dat werkelijk dat Bitcoin in de toekomst in het monetair stelsel een giga, ja, gewoon echt giga grote bepalende rol gaat spelen. En ik denk dat daar echt landen om gaan vechten. En weet je, en als Iran hun lening niet terugbetaalt aan Amerika, dan gaat Amerika niet meer de olie halen. Dan gaan ze gewoon binnenvallen, dan pakken ze die energiecentrale en dan minen ze die Bitcoins en pakken ze hun lening, een US dollar lening, in die manier terug. Ik denk dat werkelijk dat staat te gebeuren. De oorlog is economie. En als we dan toch over economie praten, dan wordt Bitcoin een van de onderdelen die ook helaas daar debet aan gaat zijn. Weet je? Is mijn visie. Maar goed, misschien ben ik wel gewoon een lange haak die daar helemaal geen verstand. Als dat zo is, dan is het in elk geval de keerzijde van de Bitcoin. Hè? Daar kunnen we dan over eens zijn. Daar kunnen we het dan zeker over eens zijn. Ja, maar goed, aan de andere kant geven het die landen wel de mogelijkheid om onder de US sanctions vandaan te komen en toch een open economie en te handelen in open vrijheid. En ik vind dat dat ook wel heel belangrijk is. Ja, zeker. Goed. Madelon, zijn er nog meer vragen? Even kijken hoor. Ik denk dat we over het algemeen alle vragen hebben. Ik had nog één vraag opgeschreven, eigenlijk nog twee. En de eerste vraag die luidt als volgt. Hebben jullie een uitcash-strategie en gaan jullie überhaupt uitcashen? Nee, absoluut niet. Eén, ik wil helemaal geen strategie hebben. En twee, ik denk dat een strategie volkomen overbodig is. Ik zie de wereld niet veranderen naar een wereld waar we Bitcoin niet kunnen gebruiken als peer-to-peer cash. Ik zie de wereld veranderen naar een wereld waar we alle cryptocurrencies dagelijks kunnen gebruiken als peer-to-peer cash. Sterker nog, ik doe het al 3,5 jaar. Ik heb al geen bankrekeningen meer. Wij leven volledig op cryptocurrency. Dus wij bewijzen dat het al mogelijk is. Het is niet makkelijk op dit moment, maar het is wel mogelijk. En het wordt alleen maar eenvoudiger in de toekomst. Dus ook al gaat Bitcoin naar 1 miljoen, ja, weet je, ik zal dan op dat moment Bitcoin gebruiken om een appel te kopen of mijn fiets, wat dan ook. Wij gaan het gebruiken als geld. Ja. Tof. En als laatste vraag had ik nog jullie plannen voor het aankomende jaar ten aanzien van wonen, reizen en werken. Nou, wonen hebben we zojuist al gehoord. En het werken ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Zijn er grote plannen die nog op de plank liggen die jullie in 2021 gaan uitrollen? Ik probeer deze Bitcoin family te vergroten van 5 personen naar een hele grote wereldwijde Bitcoin family die het fijn vindt om andere mensen te helpen. Dat is ons enige doel nog steeds. We proberen geld te verdienen met alle dingen die we kunnen. Hè? Met YouTube, wat dan ook, boeken verkopen en dat weer te delen. En te laten zien by leading by example aan de mensen. Ja, kijk, dit kan ook. Je kunt ook gelukkig worden van te delen. Niet alleen van het verkrijgen. Voor de rest, alle projecten die ik ondersteun, Madelon, die blijf ik steunen. De BAM indicator, die groeit keihard op het moment. Er zijn heel veel aanvragen, die gaan we professionaliseren. Ik kan één klein geheim in het Nederlands verklappen, want dat wordt waarschijnlijk door de Amerikanen en alle stadopdelen niet beluisterd. We gaan een fund starten voor microloans. Dus van de winsten die ik maak met de BAM indicator, ook de tradingwinsten die wij als gezin maken en alle andere inkomen, start ik een fund. En dat fund dat ga ik gebruiken om microleningen te geven aan mensen over de hele wereld.
En ik denk dat dat mijn grootste doel wordt voor 2021, om dat fund daadwerkelijk keihard aan het rollen te krijgen. En daar heb ik de hele community voor nodig om mij daarbij te ondersteunen. En dan gaan we dus microleningen verschaffen naar mensen op basis van Bitcoin, zodat die toch iets kunnen doen om deel te worden van het hele mooie systeem waar wij allemaal gelukkig in geboren zijn. Dus eigenlijk een beetje wat BlockFi doet, maar dan op microschaal, als ik het goed begrijp. Gebaseerd op Bitcoin. Ja, volledig gebaseerd op Bitcoin en volledig op microschaal. En we willen dan met ambassadors werken en volledige een team wat op ter plekke daadwerkelijk de controle heeft over dat fund, maar ook dat de controle heeft over waar de funds heen gaan. Dus ik wil het niet doen in een vorm waar weer de funds naar een CEO gaan of wat dan ook. Het gaat dus echt een soort van peer-to-peer fund worden, dat daadwerkelijk gecontroleerd wordt door ambassadors op die locaties. Mensen die een hart hebben zoals mij, die eigenlijk ook voor niks bepaalde mensen proberen te helpen, die zijn er over de hele wereld. We moeten ze alleen met elkaar verbinden en dan als je dit ingrediënt hebt, kun je er denk ik een hele mooie soep van koken en heel veel mensen mee voeden. Ja. Prachtig. Oké, mooie slotwoorden. Dankjewel Didi voor dit gesprek. En heel veel succes dan daarmee in het komende jaar. En dan zien we je vast en zeker ook nog wel een keertje terug. Heel om bedankt, nog een keer verslag te doen. En je mening te geven en je verhalen te vertellen. Heb het goed daar in Portugal. Wat de CryptoCast betreft. Volgende week. Dan spreken we de broertjes Slachter. En dan gaan we terugblikken naar het afgelopen jaar. En vooruitblikken naar het volgende jaar. Zoals we dat nu eigenlijk ook al een beetje gedaan hebben. Wat de podcastluisteraars betreft. Deel onze CryptoCast op Twitter. Maak reviews op Apple Podcasts. En de YouTube-kijkers natuurlijk. Like, subscribe, comment en al die dingen meer. Madelon, bedankt. Herbert, jij natuurlijk bedankt voor de presentatie. Luisteraars en kijkers, bedankt. Didi, nogmaals bedankt. Zeker. En tot ziens. Jullie. En iedereen, tot de volgende CryptoCast. Dag. Dag allemaal. Doei.